Goed bezig. Het ding wordt steeds zwaarder. Ik leg de lat al meteen weer zo hoog en dan word ik zo onzeker en dan durf ik eigenlijk gewoon niet. Pijntje hier, pijntje daar. Maar potverdikkie, nou ga ik die 10 halen ook. Het is weer maandag. Hi. Ik heb een heel rood hoofd van het fietsen. Hallo Mike. Hey, wat heb jij, een rood hoofd? Slecht toneelstuk dit. Heb je tegen de wind in gefietst? Ja, ik denk het. En ik was een beetje laat. Ben ik op tijd? Je bent hartstikke op tijd. Ja, want ik kom er ook net aan. Top. En kijk, ik zie dat ik een groene muts op heb. Want ik vind het koud. Ja, het is koud. Hele? Het is echt fris. Ja. En we trainen lekker weer buiten. Ja. In de nieuwe gym. In de nieuwe gym. Zullen we even een kijkje nemen in de nieuwe gym? Ja. Ja. Dat ziet er goed uit. Kijk nou toch. De autoband is er ook nog, zie ik. Autobandje, boksakjes, banden, top. Hamers, gewichten. En hier binnen natuurlijk het cardio gedeelte. Ja. Nou, helemaal coronaproof. Top, we gaan ervoor. Hey Mike, ik vond het leuk. Hallo. Oh ja, oké. Okay. Ik zit dus Mike net te vertellen over die gekke zooltjes die ik had gekocht, hè, tegen mijn platvoeten. Waar ik van die blaren van heb gekregen, dus ik laat net mijn blaar zien. En Mike zegt, hey, ik heb ongeveer dezelfde zooltjes. Ja, want ik had last van hielspoor. Ja. En toen werd mij geadviseerd ook om speciaal zooltje te nemen en daar heb ik heel veel baat bij. Ja. Dus dan zorg je dat je je oude zool die er normaal gesproken in zit eruit haalt en dan het zooltje... En hier kreeg ik dus kortsluiting, want ik kom er dus serieus net achter dat er dus in mijn sportschoenen dat er dus al van die zooltjes in zaten. En die had ik er dus uit moeten halen, maar ik heb dus met mijn domme hoofd gewoon die nieuwe zooltjes er nog bij gepropt. Dus twee zolen. Geen wonder. Nou, iets met een twee zolen en een halve zool. Goed bezig. Dat ding wordt steeds zwaarder. Gisteren een hele zware training gehad met Mike. Maar ik moet zeggen, het valt mee met de spierpijn. Morgen weer sporten. En dan gaan we rennen. En dat vind ik wel een beetje spannend, want ik hoop dat het goed gaat met mijn knie. En dat ik het een beetje volhoud, hè. Want Mike die wil gas erop. En ik denk... Nou, een beetje rustig gaan weer opbouwen. Dus dat komt niet helemaal met elkaar overheen. Maar ja. En het is weer tijd om te rennen. En niet met Mike. Mike belde net af. Het lukt gewoon niet vandaag. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar ja, ik moet wel rennen natuurlijk. Want een deal is een deal. En ik moet het tempo weer een beetje gaan opvoeren. Ik kan er nog steeds niet over uit dat ik dan de vorige keer met twee zooltjes in mijn schoen heb gerend. Hoe suf kan je zijn? Nou, mijn blaren zijn inmiddels bijna weg, dus dat is heel fijn. Dus ik ga het gewoon weer proberen met deze zooltjes en wie weet gaat het wel hartstikke goed. Verder ben ik weer helemaal gaar, maar ik heb net mijn vlog zitten terugkijken van vorige week. En man, dan ben ik aan het klagen over het feit dat ik altijd moe ben. Maar ik dacht, ik kan nu gaan slapen en daarna rennen. Of ik ga nu rennen en dan daarna lekker in bad liggen. En ik ga voor het tweede. Dus eerst rennen en dan als beloning in bad. En daar heb ik helemaal zin in. Ja, daar ben ik weer. Ja, jij verwachtte nu weer een rood aangelopen hijgend hoofd, maar nee. Ik bedenk me dus net dat ik volgens mij aan één kant het zooltje eruit heb gehaald. Zo. Lekker bezig, hoor. Kijk. Zie? En nu ben ik echt weg. Ik ben nu halverwege de training. En het gaat wel lekker. Ik moet dus steeds een stukje langzaam rennen, dan een stukje hard rennen. En dan heb ik even pauze. Het begint nu een klein beetje te regenen. Maar wat maakt het uit? Hè? Straks lekker in bad. Dan word ik toch helemaal nat. Dus dat maakt echt niks uit. Oké. En dan stop ik nu met praten. Anders ben ik niet genoeg uitgeheigd. Ik moet over een halve minuut alweer gaan rennen. Ken je dat? Dat je iets heel graag wil... En dan word je enthousiast en dan denk je, ja, ik ga het doen. En dan maak je allemaal plannen en dan regel je dingen ervoor. En dan ineens stopt het, want dan moet het gaan gebeuren. Nou, dat heb ik dus met die podcast. En waar ik dus de hele tijd tegenaan loop, is enerzijds te weinig tijd en energie. Omdat het is nieuw, het is groots. En aan de andere kant loop ik tegen mezelf aan. Ja, dat is het eigenlijk gewoon. Want ik leg de lat al meteen weer zo hoog en dan word ik zo onzeker. En dan durf ik eigenlijk gewoon niet meer. Dan denk ik,
ben ik aan begonnen? Waarom doe ik dit? Wordt het wel leuk? Wordt het wel goed genoeg? Met als gevolg dat ik dus, volgens mij 3 weken geleden de apparatuur heb besteld. En ik heb het gewoon allemaal nog niet aangeraakt. Het is nu donderdagmiddag. The time is now. Dus ik ga nu de doos uitpakken. Het is ook best wel een flinke doos. Daar gaan we. Oh, verpakkingsmateriaal. Daar ben ik dol op. Het gaat best wel goed eigenlijk. Er zit een hele handige handleiding bij. Nou, ik ga hier nog even lekker verder prutsen. Maar dit komt goed. Mocht je nou trouwens een leuk idee hebben voor de podcast. Kijk, wat het idee is dat ik met vriendinnen en met leuke experts die ik ken ga kletsen over dingen die mezelf interesseren. Bijvoorbeeld de dames van Kroon op je huis. Welke 10 dingen gaan er nou vaak fout als mensen hun huis gaan inrichten? Met Kelby bijvoorbeeld wil ik het gaan doen over dingen, goede tips hè, om gezonder te eten. Maar ook wat doen we nou altijd fout als we gaan diëten. Ik wil Mike ook strikken, dat weet hij nog niet. Maar ik wil het met hem gaan hebben over de 10 beste smoesen om niet te sporten. Zoiets. Ja, dat wordt gewoon heel erg leuk. Nou, ik heb er helemaal zin in. Hey, en die techniek komt ook wel goed. Waarom heb ik dit zo lang uitgesteld? Potverdikkie, het lijkt wel sporten. Het is zaterdagmiddag. Ik heb een vrij weekend. Geen geklus. Geen inspreekopdrachten. Dit weekend heb ik gisteren allemaal al gedaan. Ik heb nu dus 5 kilometer gerend. En ik moet nu nog terug naar huis. Maar het ging zo lekker. Ken je dat? En ik was ook gewoon benieuwd hoe ver dan 5 kilometer de ene kant op zou zijn. Nou, dat weet ik nu. Het is best ver. En nu moet ik dus nog terug. En ik dacht ook, hoe tof zal het zijn als ik straks Mike een berichtje kan sturen met... Ah, lekker gerend vandaag. 10 kilometer. Ja, ook verder een fijn weekend. Daar valt hij bijna van zijn stoel, wedden. Ja, of van zijn fiets, want die man sport ook gewoon het hele weekend door. Ik heb nu net 9 kilometer gerend. Ik kan niet meer. Benen doen zeer. Pijntje hier, pijntje daar. Maar potverdikkie, nou ga ik die 10 halen ook. Ken je dat gevoel? Habité. Jee, ik ben thuis. 10 kilometer gerend. Ik wist niet dat ik het kon. Het is een loopje in de categorie, ik vlieg naar de maan, ik krijg mijn eigen talkshow of ik ren 10 kilometer. Ja, het zijn dingen, je verwacht niet dat het lukt. Maar het is gelukt. Oké, nou beter wordt het niet dit weekend. Dus tot zover de vlog van deze week. Tof dat je keek. Ik hoop dat je ook een beetje blij bent met mijn 10 kilometer. Wat ik wilde zeggen is, ik kreeg heel veel berichtjes er afgelopen week. Ook een berichtje van iemand die zei van, joh, ik ben ook te zwaar, maar dankzij jouw vlog ben ik gaan hardlopen. Ik ga schoenen kopen en ik ga ervoor. En dat vind ik zo tof om te horen. Dat ook andere vrouwen en mannen nu dus denken van, yes, ik ga ook hardlopen, want uiteindelijk doe ik het daarvoor. Dus goed bezig jullie allemaal en wat worden we fit hè, met z'n allen. Tot volgende week.